En nog net voor de start van het defilé kwam een kleine groep inheemsen vanuit de waterkant naar het plein om hun misnoegen te uiten. Het steekt de groep dat de kwestie over hun grondenrechten nog steeds niet is aangepakt. De groep wilde lopen naar het podium voor genodigden, maar werden tegengehouden door de politie en militairen. Maar dat weerhield ze er niet van om verder te gaan met hun protest. Zij voelen zich overgeslagen en geven aan dit niet verder te accepteren. Wij als NGO's hebben ons onrecht. Ze hebben ons niet goed behandeld. We say. De mensen die ons niet onafhankelijk weten hebben gebracht. We zijn nog steeds niet onafhankelijk. We zijn nog steeds afhankelijk van deze troep. We weten hier dat je onafhankelijk bent. We zijn bewust. Je moet gewoon ons bij betrekken. Ja, als je het land overdragen. Dat is het niet. Dat is een onafhankelijkheid. Dat is een boycott. Dat is een recht. Dat is een recht. Dat is een onafhankelijkheid. Ze hebben ons en als een heer niet bij betrokken. Activist Curtis Hoffijk hield op dezelfde locatie zijn waarschuwingssignaal naar de regering toe. Als we kijken naar de situatie in het land, valt er niets te vieren, maar moeten we juist bezinnen, waren de woorden van de activist. Hofwijks is van mening dat deze handeling cruciaal was vanwege wat hij noemt het stuurloos beleid van de regering. Met het oog op de dagelijkse ontwikkelingen binnen ons land kan het niet dat er zoveel financiën wordt uitgegeven aan het defilé, meent Hofwijks. Het land is stuurloos, er wordt geen leiding gegeven, alles gebeurt maar hoe het gebeurt. En voor mij een oplossing is verkiezingen kosten geld. Maar het zou niet verkeerd zijn als die regering gewoon toegeeft dat ze niet meer kunnen. Kijk hoe lang we geen minister van Financiën hebben. Geen verantwoordelijke voor de monetaire autoriteit. Als je niet kan, geef gewoon toe. Stellen tussen deze regering samen dat ze zich gaan concentreren op gebieden zoals onderwijs, volksgezondheid, veiligheid. En dat ze, we praten zo vaak over nationaal dialoog. Dat we een gezamenlijke visie moeten ontwikkelen voor Suriname waar we naartoe willen. Laat mensen die niet, want heel veel mensen die ik ken die... geschikt acht, willen niet bemoeien met de politiek. En dat is ook zoiets wat politiek mensen die capabel zijn wegstoot eigenlijk. Dus laten we die mensen bij elkaar brengen, zodat we een gezamenlijke ontwikkelingsvisie kunnen creëren en daar naartoe werken naar de volgende verkiezing. Dat zou ik deze regering adviseren. Hofwijk zegt dat indien de regering geen gehoor geeft aan het geroep van het volk, hij door zal gaan op een breder vlak. Hij zal dan genoodzaakt zijn samen te bundelen met de vakbonden om een verandering in deze situatie te helpen brengen.